Hoi lieve volgers, Gertrude hier. Hier een korte tutorial hoe je de basisbewerking in Lightroom doet. Je opent Lightroom. Ik heb al iets in staan, maar soms kan het zijn dat je het nog niks hebt geïmporteerd. En dan gaan we als eerste naar importeren. Soms kan je hier camera zien. Maar in dit geval is het nu vanaf een harde schijf. En dan klik je hier waar dat je het vandaan wil. En we gaan eens even kijken voor 2021. Eens even kijken. Ik denk dat we deze doen. Die hebben we al. Even wachten hoor. Ik ga het even naar natuurfoto's maken. Doen. Die staan er als goed is nog niet op. Kijk maar. Je kan dus zien als ze erop staan. Dan zijn ze dus als je al geïmporteerd hebt. En dan staan ze al in je lijst. Nou. Dan gaan we. En dan kan je hier nog kiezen voor bepaalde extra's, mogelijke dubbele foto's niet importeren. In dit geval kan ik geen tweede kopie maken. De voorvertoon kan ik op 1.1 zetten. Dan doet hij er langer over, maar dan heb ik hem wel gelijk op 100%. En ik denk dat ik hem op standaard. En hier kan je nog instellen wat voor aanpassingen je wilt. Standaard. Maar dat komt allemaal nog wel in een andere tutorial. En de metagegevens, trefwoorden kan je ze geven, de foto's. Maar dat gaan we allemaal nog doen in de toekomst. Je kan hier kan je kiezen toevoegen, kopiëren of verplaatsen of kopiëren als DNG. DNG, wat is dat? Dat is een algemene rolbestand. Omdat elke camera heeft een verschillende eigenlijk rolbestand. Ik weet dat Canon heeft CR2. Volgens mij heeft Sony RAW, als ik het goed zeg. Of Fujifilm. Ik weet niet, één van de twee. Maar goed, elke heet weer anders. En niet altijd, als je een wat oudere versie hebt, de Lightroom versie niet altijd de mogelijkheid om de nieuwe rolbestanden van je nieuwe camera te lezen. En dan kan je ze best kopiëren als DNG. Ik heb een hele tijd heb ik Photoshop en Lightroom 6 gehad. Lightroom 5. En de camera van mijn vader gebruikte, dat was een Fujifilm, een vrij nieuwe. En die kon hij dus, herkende hij niet de RAF-bestanden. En toen heb ik ze standaard bij het importeren om laten zetten naar DNG's, waardoor ik ze eigenlijk ten alle tijde kon bewerken. En dat kan dus van toepassing zijn. Is in dit geval niet. Ik heb gewoon, dat is tegenwoordig sowieso niet meer, want je koopt een abonnement en je betaalt per maand, dus je hebt altijd de update. Dus je hebt eigenlijk dit probleem heb je niet echt meer. Nou ja. Toevoegen aan de bibliotheek en dan zeggen we importeren. Nou, dan gaat hij ze allemaal importeren. En dat zijn er nogal wat. Dat duurt ook altijd even. Dan laat ik ondertussen al even de interface, zoals je het noemt, van de Lightroom zien. De bibliotheek vind je dus alle foto's. En hier links heb je dan de catalogus met de mappen. Waar dat ze staan. Dan kan je ook even snel zien waar alles vandaan komt. En nou ja, een hele hoop. Je kan ze service voor publiceren, maar dat gebruik ik zelf niet echt. Maar goed, daar zullen we ook nog wel een keertje wat dieper op ingaan. Dan zie je hier een heel mooi histogram. En een histogram is heel belangrijk. Daar moet je altijd goed naar kijken. Al moet ik zeggen dat ik dat inmiddels niet zo heel goed mee doe. Want ik, ja, na 14 jaar weet ik wel een beetje wat wel of niet zou moeten horen.
Maar het mooiste is, dit is niet mooi hoe dat dit is. Een histogram, sorry, ik moet even uitleggen wat het is. Je ziet de grijs hier, dat is een grijs tint. Je ziet de blauw, verschillende tinten blauw. Je ziet wat magenta, je ziet rood, geel, groen. Nou, al die dingen zijn details. En de hoger de piek is, de meer details er is. Maar als die erboven komt, is het te veel. Is die laag? Of nee, wacht even, sorry. Heeft met licht te maken. De hoeveel? Nee, zo. Jongens, het is laat. Dit is hoog highlights en dit is lowlights. Dus het heeft met het aantal, de hoeveelheid scherpte te maken, detail te maken. Sorry, dus niet voor niks een gratis tutorial om eventjes jullie wat te leren. Maar goed, de histogram, daar kan ik nog uren over vertellen. Het mooiste is als die net hier ietsjes voor zo langzaamaan zo omhoog gaat en eigenlijk niet te hoog en dan weer hier zo mooi omlaag. Maar ik moet zeggen, dan is je foto over het algemeen overal belicht op alle gedeeltes. Hier zie je dat er heel veel informatie is in de donkere regionen en in de lichte regionen. En dat klopt, want deze foto staat geselecteerd en dat klopt ook, dus heel veel donker en wat licht. Hier zie je dan ook in welke ISO je geschoten hebt, op welke brandpuntsafstand en de diafragma, de lensopening en de sluitertijd. En dan kan je hier eigenlijk besluiten om snel te gaan, snel ontwikkelen. Zegt het eigenlijk al een beetje voor zichzelf. Dan kan je hier van alles in doen. Daar gaan we ook nog wel een keertje mee verder. Hier zie je dus de foto's. En hier kan je dus kiezen hoeveel foto's je bij elkaar ziet. Nou ja. Op mijn grote PC werkte ik met 5 naast elkaar. Dat had voor mij mee te maken dat ik wist hoeveel foto's dat ik moest elimineren voor een klant. Maar ik werk nu op een 13-inch MacBookje, dus dan heb ik liever wat minder. Dan vind ik 3 wel een mooie hoeveelheid. Ik werk tegenwoordig ook met series met 3. Nou, dan kan je hier dus het raster zien kiezen. Hier kan je de 1 beeld tegelijk. Hier kan je de 2 naast elkaar en dan kan je beoordelen. En hier kan je degene die je geselecteerd hebt bij elkaar. En dit is nieuw. Dat ga ik zelf nog even uitzoeken. En dan ga ik er ook nog wel een keer een videootje over doen. Ik vind het zelf nog niet zo heel erg nodig. Ik heb zoveel gezichten in mijn. Met mensen die ik shoot, dat is niet zo belangrijk. Het kan handig zijn op het moment dat je bijvoorbeeld wil, als je allemaal neefjes hebt of bepaalde nichtjes, en je wil bijvoorbeeld allemaal van eenzelfde nichtje, ja, dan wordt het heel erg handig. Je kan hier nog een beetje sorteren, maar ik vind het eigenlijk heel fijn dat ze gewoon op nummer geselecteerd staan. Dan heb je hier ook nog een filmlijst, zoals ik dat altijd noem, waar je allerlei verschillende, kan je er snel doorheen gaan, eigenlijk. Het zijn allemaal droombeelden geweest, zie ik, de meeste. Dit was in de Biesbos, de Brabantse. Nou ja, hij is klaar. Hij is klaar met inladen. Dit zijn weer gewone foto's van de zonsopkomst geweest. Een tijd terug. Dat kunnen we even zien, want ik laat ze altijd importeren op datum. Dit was 14 februari. Wat een toeval. De dag van de liefde, volgens de commerciële doen. Het was toen heel mooi. Er was nog sneeuw en was vrij uniek. Sneeuw en ijs. Dus dat hebben we heel mooi kunnen vastleggen. Ik zal eens even een fotootje kijken.
deze. Oh, die is ook bewerkt. Dan is dit een onbewerkte. En dan kan je hier eigenlijk de warmte in kleine stapjes of hele hoge stapjes kan je de warmte. De kleurtint is meer. Wacht, dat zegt hij ook. Als het goed is. Meer magenta of meer groen. Over het algemeen wil ik iets meer naar het groen. Maar dat kan je bij ontwikkelen ook nog doen. Nou ja, de belichting. Een hele stap. En een half stap. En een derde stap omhoog. En een derde stap omlaag. Helderheid kan je ook inwerken. Levendigheid kan je ook weer meewerken. Alles herstellen. Je kan je trefwoorden voor deze foto vastleggen. En zoeken de metagegevens. Die zijn altijd wel handig, want hier zie je alle gegevens van de tijd, de afmetingen, de belichting, brandpuntsafstand, de ISO, nou de flits, die is niet afgegaan, die heb ik helemaal niet erop zitten. En welke camera ermee geschoten is, welke lens. Nou, en dan kan je hier altijd nog wat dingetjes opschrijven. En die worden niet ondersteund hier, blijkbaar. Klassificatie. Een fotograaf kan je aangeven. Je kan kop en bijtschrift. Dat onthoudt hij dan altijd per foto. Dus hier kan je eigenlijk al heel snel wat aanpassingjes doen. En als je hem op het raster houdt en je zorgt dat je bijvoorbeeld, je hebt er 6 bijvoorbeeld te pakken. Dan kan je die alle 6 tegelijk, zie je, bewerken. Dus dat is soms wel heel erg handig om in één keer even een aantal te doen. Is alleen maar in het rasterscherm. Als je de meerdere aangedrukt hebt, heb je er hier zo onder meerdere aangeklikt. Werkt het niet en je zit op deze, dan doet hij alleen maar één foto. Kijk, zoals je ziet doet hij maar één foto hier zo. Dus dat is iets waar je op kan letten. Voor de meeste mensen is het wel handig om meerdere foto's tegelijk willen bewerken. Maar dan moet je dat hier met de basisinstellingen doen. Want ga je namelijk nou ontwikkelen, zal je ten alle tijde maar per één foto bewerken. Maar er is wel een mogelijkheid om te synchroniseren. En dan met alle keuze van dien. Maar ik wil deze tutorial niet te lang maken. Dus we gaan zo ook even stoppen. Ik zal hier nog even wat dingen uitleggen. Hier kan je dus eigenlijk verschillende dingen, de belichting doen, contrast, het hooglichten wel of niet, en de schaduwen, de witte tinten, dat is, je ziet het ook als je hem hier houdt. Dan zie je in je histogram bovenin zie je welk gedeelte van de histogram je daarmee behandelt, zeg maar. En nou, de witte tinten en de zwarte tinten. En dan zie je ook de histogram verplaatsen. Dan heb je hier nog geen textuur of heel veel textuur. Dan kan je kiezen helderheid. Dan kan je kiezen nevel verwijderen, als het nou heel erg mistig zou zijn geweest, of de foto zelf is mistig. De levendigheid en de verzadiging. Wat het verschil is dat hier gaat hij wat zachter, zoals je ziet. Ik gebruik altijd de levendigheid en niet de verzadiging op een of andere manier. Ik weet niet waarom niet, maar de verzadiging vind ik een beetje de oude manier van gebruik. Dan heb je hier dus eigenlijk al een wat ingewikkelder werk. Want hier kan je zeg maar met je curve werken. Dan zou je eigenlijk al wel ietsjes meer moeten weten van fotografie en van bewerken. Ik gebruik nog wel eens dat ik hem zo zet. Dan heb je mooie highlights en donkere tinten. Maar voor deze foto is dat dus helemaal niet mooi. Zo. En ik doe het meeste van dit soort bewerken eigenlijk al in Photoshop.
En hier kan je dus dan begin je met de kleurtoon. Dus kan je kleuren. Kijk, ik kan hem roze maken. En zo kan je een beetje spelen met alle tinten. Nu zitten er dan behoorlijk veel kleuren in deze foto, dus dat scheelt. Groene tinten niet. Kijk, dus je kan een beetje creatief worden hiermee. En dat is de kleurtoon. En met de verzadiging kan je zeggen van, oh, ik wil alle rood heel scherp. Of helemaal niet. Ik wil ze zwart-wit hebben. Bijvoorbeeld meerdere. Dit is heel leuk om mee te werken als je bijvoorbeeld inderdaad juist één kleur eruit wil laten springen. Bijvoorbeeld rood. Dat is in dit geval ook weer niet mooi, maar dan heb je een idee. Als je dubbelklikt, dan schieten ze allemaal weer netjes op 0. Ook altijd fijn. Hoef je niet zo gewoon te gaan zitten pielen om hem terug te krijgen op 0. Je kan ook altijd hier dan gewoon het getal invullen. En dit is ook nieuw voor mij. Eigenlijk nooit gebruikt, om heel eerlijk te zijn. Ook in Photoshop doe ik dit soort dingen. Maar je kan altijd kijken, zoals je ziet. Het is ook gewoon, ja, weet je, het is grotendeels ook een beetje proberen van spelen. En dat soort dingen. Alleen dit doe ik dus het liefst in Photoshop, omdat je met lagen werkt. Ik doe echt alleen maar de basis in Lightroom. Ik zorg eigenlijk dat ik een beetje een saaie foto heb waar ik overal detail heb. Even kijken waar mijn plukje hier is. Ja, kan je hem verscherpen. En dat kan heel mooi zijn. In dit geval is het eigenlijk ook wel heel gaaf ook. En de straal. Ook niet alles weet ik precies zo hoe dat zit. En zoals je ziet, ik schrijf ook altijd maar wat. Ruisreductie zou bij deze, bij de ISO wel handig zijn. Maar ja, ik zie het wel. Hier heb ik ruis. Hier zie je veel ruis. Alleen het probleem met ruis is, en dat komt eigenlijk ook omdat ik hem verscherpt heb. Verscherpen brengt ook ruis naar boven. Want ik denk als ik je laat zien dat hier. Nee, dan is die er ook nog. Ruisreductie, zoals je ziet, het werkt echt. Het kan een wonder zijn. Maar is je foto niet scherp of niet scherp op het juiste punt. En je probeert een ruisreductie te doen, dan heb je echt heel erg pech. Want dan verlies je heel veel details. Je verliest sowieso wel wat details, zoals je ziet. Als die volledig is. Ik doe hem eigenlijk zelden volledig. Ik vind een beetje ruis is totaal geen probleem. En dat maakt het eigenlijk wel een beetje mooi. En zeker bij zo'n zonsopkomst is dat wel heel gaaf. Nou, dan kan je ook contrast nog. Ik ga hem even klikken. Dan kan je ook nog mee werken. De kleurtinten van de ruisreductie. Nou, dan komen we hier. Komen we hier. Dit is echt wel een hele belangrijke. Die moet je echt altijd aanvinken. Kleurafwijking. Ik zal eens kijken of je hem ziet. Of ik er last van heb hier. Even kijken. Ik heb hem even uitgezet. Want ik weet. Wat is het? Het is eigenlijk in het Engels color aberration. En dat betekent dat bij sommige lenzen, of het ouder zijn of wat minder duur, wat minder kwalitatief, dan willen ze nog wel eens een probleem hebben dat je aan deze kant wat rood ziet en aan die kant wat blauw. Of andersom, dat weet ik ook niet helemaal uit mijn hoofd. En dan krijg je een beetje een raar effect. En de kleurafwijking die trekt dat recht. En ik ga niet. Ik neem eigenlijk niet echt de tijd om eens te kijken of het wel zo is. Of we er last van hebben of niet. Ik doe het eigenlijk gewoon gelijk. Want het is gewoon standaard. Eigenlijk moet ik er een standaard instelling voor maken. En dan kan ik hem ook nog dat hij dat standaard bij het inloggen doet. En de lenscorrectie profiel. Zoals je ziet. Verandert hij dan net eventjes de bolling van de lens en de vignetting. Nou, meestal herkent hij hem.
Niet altijd. Mijn Tamron, mijn nieuwe lens, herkent hij niet. En dan moet ik hem even snel kiezen. En dan pakt hij hem vaak wel. Nou denkt hij dat hij een hele andere is. Maar in dit geval, omdat Canon eigenlijk al... mijn Canon lens heeft al lekker gezellig gepraat met mijn Canon camera. En gezegd, joh, ik ben de deze en deze lens. En ja, aangenaam je te kennen. En ja, dan gaan ze samenwerken. Dus dat scheelt. En dat doet mijn Tamron niet. Dat is gewoon een ja, professionele verstandhouding, maar geen gezelligheid, zeg maar, onder die twee onderling. Dus dan moet ik dat zelf invullen. Transformatie. En kan je een foto helemaal uit zijn fatsoen trekken? Op allerlei mogelijke manieren. Zoals je ziet, ik heb het nog nooit gebruikt. Handig als je gebouwen fotografeert en het gebouw valt bijna om. Of valt naar achteren bijna om. Dan is dat soms wel heel fijn. Nou, de vignetting. Heel erg. Of weghalen. Hiermee haal je hem wat weg. En maak je hem erger mee. Het middelpunt van je vignetting kan je ook nog bepalen. En de ronding ervan. En het doezelen. Hoe zacht of hard dat je hem wil. En dit is korrel. Ja, dat, dan maak je hem weer een beetje grof. Ja, hier, dan maak je eigenlijk de ruis maak je erin. Dus wat wij juist niet willen, die breng je juist terug. Heel soms, bij vooral concertfotografie is dat heel erg mooi. Die rauwe stijl. Nou, calibratie kan je ook nog een heleboel mee doen. Maar dat zijn ook allemaal weer dingen die je op in bovenstaande dingen al kon doen. Oeh, die is wel leuk eigenlijk, stiekem. Maar goed, niet voor deze foto. Dat is een beetje de snelle informatie. Je hebt hier nog een aantal dingen, maar daar ga ik nog wel een andere keer mee aan de slag met jullie. Of voor jullie. Want voor nu ga ik stoppen met deze video. En dan gaan we de volgende keer echt meer op in op een foto bewerken. Ik hoop dat je hebt genoten. Deze YouTube of deze filmpjes staan ook op mijn YouTube kanaal. Die staat in de, onderwerp bakje, wou ik zeggen. In, het onderwerp. In het onderwerp staat het. Kan je ze allemaal terugvinden. Waar dat mijn YouTube pagina kanaal is. En via Facebook wordt die geüpload. Dus nou. Ik wens jullie een fijne dag. En tot snel weer.